Nederland is een waterrijk land, zoals jullie zien. En Prins Willem maakte daar dankbaar gebruik van in de 17e eeuw. De Fransen vielen ons land binnen en ons leger was niet goed op orde. En stadhouder Prins Willem III had een geheim wapen, de Waterlinie. Hij trok een muur op van Muiden tot Gorkum en het hielp. De Fransen kwamen er niet doorheen. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft veel routes uitgezet: wandelroutes en fietsroutes. En nieuw zijn nu drie vaarroutes. Deze kan je varen aan de hand van een folder, zoals jullie hier zien, maar ze staan ook op onze website. Ik vaar een stukje van de Michiel de Ruyter route en stap op bij de Vinkenveense Plassen. In het rampjaar, dus in 1672, zag het er hier heel anders uit. Dit plassengebied is ontstaan door de turfwinning. En als je veen laat drogen, krijg je turf. En dat werd veel gebruikt als brandstof. Nu is het hier heerlijk vertoeven op de langgerekte eilandjes. Al gauw gaan we onder de brug door van de Baanbrugse Zuwe. Hier woonden loonwerkers, vissers en boeren die in een pover bestaan probeerden te voorzien. Nu is het het domein van de rich en famous met kapitale villa's. Een van de bekendste BN'ers die hier woonden was natuurlijk André Hazes. We steken de Zuidplas over, even door de sluis en dan het riviertje de Angstelop. In Loenersloot varen we langs Kasteel Loenersloot. Een prachtig kasteeltje met ophaalbrug en slotgracht. En het is maar een van de weinige kastelen dat niet is verwoest door de Fransen. En dat terwijl ze hier toch langskwamen op hun rooftocht naar het verderop gelegen Apkoude. Het kasteel is wel enige tijd bezet geweest door zowel Franse als Nederlandse troepen, maar dus gelukkig gespaard gebleven. Wilt u deelnemen aan een rondleiding op het kasteel? Kijk dan even op hun website. We varen verder door het kleine dorpje Baanbrugge, ook weer onder de brug door en richting Apkoude. Op de westoever van de Angstel zien we de molen Het Hoog en Groenland. Die is zo genoemd naar de polders die hij bemaalde. Het jaartal in de baard, ja, dat is molentaal, is 1674. Molens waren heel belangrijk na de bezetting van de Fransen, want veel molens waren verwoest. En de molens die er nog waren, moesten het geïnondeerde gebied weer droog zien te krijgen. Dat vergde echt wel wat tijd en het duurde heel lang voordat de regio weer op orde was. Als u ongeveer een kilometer voor het centrum in Apkoude naar links kijkt, dan ziet u weilanden. De 500 Fransen die hier met hun trekschuiter langsvoeren, die zagen echter dit. Slot Apkoude. Een slot was wel bemand door het staatsleger, leger, maar duidelijk onder bezet en niet bij machten om de strijd met de vijand aan te gaan. Er is nu niets meer van het slot te zien. Anders dan een duidelijke plek in het weiland. We komen nu aan in het centrum van Apkau. De stijger die daar ligt is er gekomen op initiatief van de Stichting Oud-Hollandse Waterlinie. Van het bankje wordt veel gebruik gemaakt en hopelijk wordt ons informatiebord veel gelezen. We gaan weer aan boord. Varen Apkou uit, laten de drukke snelweg A2 naar Amsterdam achter ons en gaan richting de Amstelbij uithoren. De route gaat verder over de kromme Meidrecht... Naar ze verlaat via de Heinoomsvaart naar Wilnis en dan de ringvaart terug naar de Plassen. Maar wij zwaaien af bij het riviertje De Waver om zo terug te varen naar Vinkenveen. Ik hoop dat u geïnspireerd bent geraakt en dat u ook eens een stukje gaat varen. Je hoeft natuurlijk niet zelf een boot te hebben, je kan altijd een bootje huren. Dus gauw eens doen.